Je ziet het goed aan de titel. Ik ga iets weggeven wat denk ik de allerverste giveaway is die ik maar kan weggeven op het gebied van voetbal. En nee, het is niet dit Cars-balletje. Ook al zou dat ook heel tof zijn om weg te geven. Als je er behoefte aan hebt, laat het achter in de reacties. En wie weet win jij deze mooie Cars-bal. Zie je dat nou niet zo zitten? Luister naar deze video, want wat ik ga weggeven is... Oh, even mijn kamer opruimen voordat allemaal mensen dit zien. Dat is ook wel inderdaad vervelend als het niet netjes en representatief is. Sorry voor de onderbreking. Waar was ik? Zoals jullie weten hebben Rob en ik samen een serie voor PlayStation FC. Wij gaan namelijk altijd verslag doen van Champions League wedstrijden. En omtrent dat mogen we iets weg gaan geven. Je voelt het al een beetje aankomen. Wij bezoeken zelf altijd wedstrijden. Dus wat wij nu mogen doen... Oeh, mijn haar is echt... Ja, ik ben net gesport, maar... Ik ga eerst even douchen. Ik mag namens PlayStation FC 2 tickets voor de Champions League finale in Cardiff, in Wales, weggeven. Inclusief vliegtickets heen en terug, inclusief hotelovernachting, inclusief first class Champions League ticket. Dat hele pakket mag ik aan iemand weggeven. Dat is echt, denk ik, de vetste giveaway die ik ooit ga doen. Dat Cars-balletje komt in de buurt. Dat is maar net hoe je het tegen elkaar opweegt. Maar dit is wel echt bizar. Zoals jullie weten... doen Rob en ik dus altijd verslag voor PlayStation FC. En nu mag jij zelf naar die Champions League finale. En je hoeft er geen geld of wat dan ook aan uit te geven. Nee, ik ga je vertellen hoe je die kan winnen. Wat jij moet doen om kans te maken op die tickets is sowieso op mij geabonneerd zijn. Dat kan ik checken, omdat bij YouTube, ja, dat zie je allemaal. Dus dat is heel belangrijk. En daarnaast moet je een foto uploaden op Instagram of Twitter... van jou en de persoon met wie jij daarheen wil gaan terwijl jullie aan het juichen zijn. Dat kan zijn met je vader, met je broer, je oom, je tante, je beste vriend. Het is wel belangrijk dat één van de twee ouder is dan 18. Omdat het anders niet kan met tickets en vliegtickets en zo. Dus dat is één van de vereisten. Ben je wel ouder dan 18, dan kan je altijd gewoon je maat meenemen. Of Mark, of Milo, of Matty. Het is net wie je leuk vindt. Maar je moet dus met een persoon die ouder is dan 18 een foto maken... op Instagram of Twitter met de hashtag PlayStationFC terwijl jullie aan het juichen zijn. Het is heel handig om mij en PlayStation Nederland daarin te taggen, zodat we dat zien. En even een ander tippie. Is jouw account verborgen? Heeft het een slotje op Insta? Is het alleen maar mogelijk om foto's te zien als je een volgverzoek aandient? Dan moet je dat even weghalen, want anders krijgen wij geen melding dat jij een foto hebt geüpload. Dat werkt zo bij Instagram. Als je dat nog niet wist... Dat is dan waarschijnlijk ook de reden als je een slotje hebt waarom je favoriete YouTuber of zo nooit de foto liked of reageert als je hem tagt. Omdat hij dat dus gewoon niet ziet. En dat is het. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Dus een foto maken voor PlayStation FC met de hashtag PlayStation FC. Mij taggen. PlayStation Nederland taggen. Mij abonneren. En dat is het. Dan kan jij gewoon over een maandje de wedstrijd tussen waarschijnlijk Real Madrid en Juventus kijken. In Wales, in Cardiff. Helemaal verzorgd. Ja, en dat is alles wat ik heb te zeggen. Succes. Een blauw duimpje op deze video zou ook leuk zijn. Ja, ik wou dat ik kon gaan, maar ja. Ik geef die kaarten weer weg. Nee, tuurlijk.